Wow, er liggen hier dus 3 echte citroenen en 3 taartcitroenen. Als je het zo ziet, denk je toch gewoon, dit zijn 2 McDonald's menu's. 3, 2, 1. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Ella. En we hebben al heel veel gekke challenges gedaan. Maar wat we vandaag gaan doen, overtreft denk ik wel alles. Ja, ik denk het ook. Want vandaag hebben wij denk ik de gekste taarten die jullie ooit gaan zien. De gekste cakes die jullie ooit gaan zien. Want Ella, wat is het verschil tussen een taart en een cake? Dus vandaag de cake versus real food challenge. Yeah. En voor de mensen die denken, wat gaan jullie doen vandaag? Wij gaan hier een voorwerp zetten straks. Mm-hmm. Een echt voorwerp. Bijvoorbeeld deze horloge. Yeah. En dan gaan wij dezelfde horloge ernaast zetten, maar in cakevorm. Vorm. Snap je? Het is moeilijk om uit te leggen. Dus straks hebben we identiek dezelfde voorwerpen hier, maar één is echt en één is cake. Ja, dat is duidelijk. Is dat duidelijk? Ja. Missie geslaagd. En niet te vergeten, voor we beginnen aan deze video, Ella, zeg het maar, voor hoeveel likes gaan we? 17.000 likes. 17.000. Moet lukken en bij 17.000 likes doen we gewoon deel 2. Maar voor we beginnen aan deze video, een dikke shout-out naar taarten Tatjana die alle taarten speciaal voor deze video gemaakt heeft. Inderdaad, want de taarten die jullie vandaag gaan zien, die zijn echt wel geschift. Heb je ze al gezien dan? Ik heb ze al gezien, ja. Maar jullie twee niet. En dat is grappig. Oké. Dus daarom gaan jullie twee ook een challenge doen. Ja, iemand moest de taarten afhalen. Oké, zeggen dankjewel. Man. Ja, ze vind ik echt wel shout-outs, want ik heb dat nog nooit gezien. Alright, onder deze 2 prachtige bloempotten zit er echt wel een gek gerecht. Iets wat jullie allemaal kennen. En onder één van de 2 bloempotten zit dus het echte gerecht of het echte voorwerp. En onder de andere bloempot zit dus de taartvorm. Jullie mogen raden welke vorm jullie voor jou hebben staan. Taart. Jij denkt de taartvorm. En jij, Ella? Taart. Ook taart. In 3, 2, 1, recht naar boven, opgepast. Oh! Oh! Damn! Wow, welke is echt en welke is cake? Eén van deze 2 is volledig cake en de andere is volledig echt. Dit is echt wel gek. Dit is Ella haar menu. Dit ziet er wel heerlijk uit, moet ik zeggen. En het ziet er ook wel echt uit. En dit is Celine haar menu. Ziet er ook echt uit. Een lekkere hamburger, een sausje en frieten. Jullie thuis kunnen al kiezen, links of rechts, welke is echt, welke is cake. Zien jullie al een verschil? Ja, de mijne is echt en die van Ella is cake, maar het is echt wel super zot. Klopt, inderdaad. Ja. Dit is cake, dit is echt, maar het is echt wel weinig verschil, hè. Oh, die mayonaise is echt gek. Ja, dit is voor alle duidelijkheid een soort van brownie, denk ik. Als je het zo ziet, denk je toch gewoon, dit zijn 2 McDonald's menu's. Ja, het is echt, ja, crazy gewoon. Niet normaal. Hoe begin je eraan? Het is wel echt geschift. Het is gewoon echt een cake. Echt gek. Hoe dan? Wauw. Dit is wel echt geschift. En ja, dit is dus gewoon echt. Ik zou zeggen, proef maar de cake. Oh, wat doe je, Ella? Oh, nee. Ben je iemand die alles in laagjes opeet? Zo een lekkere cake. En ze neemt gewoon het bovenste laagje eraf. Oh, Celine neemt het volledige stuk. Oh, is het met chocolade? God. Ja. Zalig. Oh, de burger is eigenlijk een stuk chocolade. Ja, wauw. Ja? Ja. Het ziet er niet alleen goed uit, het is ook lekker. Wat is dat? Dat is de vraag. Oh, zo'n beetje waar. Is het mayonaise of niet? Nee. Een soort van witte chocomousse, denk ik, toch? Ja. Witte chocomousse. Ja. Huppa. Oh, het zijn kleine frietjes. Dat is denk ik zo'n beetje marsepein-achtig of zo. Ja. Oh, die blijven toch de favoriet. Tweede ronde, ik vind het wel spannend, want ik heb wel zin in taart eigenlijk. Oh, echt? Ja, als ik die taart zag van jullie, jullie zaten hier zo te eten. Ik heb wel echt zin in taart. Maar de vraag is, wat hebben we gekregen van Soleil? Kijk maar. Ik zeg taart. Oké. Ik zeg denk ik gewoon het... Echt? Gewoon, ja, oké. 3, 2, 1. Oeh. Oh, damn. Wow. Ja. Oh, nu ga ik wel genoeg hebben, denk ik. Ja, ik denk het ook.
Damn. Dus, de vraag van vandaag. Wat is cake? Wat is echt? Dit is echt de cake. Echt cake. Maar dit is wel... Ik vind dit meer pannenkoek dan een echte pannenkoek. Ja, klopt, klopt. Ja. Eigenlijk wel. Het is wel echt, wow, echt mooi. Is opengesneden. Het was een hele klus, want die is echt wel gigantisch groot. Ja. Ik heb echt gigantische handen. Het is groter dan mijn hand. Wow. Dat ziet er echt goed uit, hè? Amai. Eet je graag pannenkoeken? Ja. Dat was heel goed. Ja. Dit is dus de binnenkant. Amai, echt heerlijk. En Michiel gaat nu een stukje proeven. Dit is dus een stuk uit de stapel pannenkoeken. Dit is de buitenkant. Ja. Superleuk, en dit is de binnenkant. Echt gek. Dit is gewoon niet normaal. Je kunt maar helemaal... Ja, klopt wel. Michiel en taarten, wat een match. Maar nu op één dag. Maar nu even stoppen met eten, want we hebben nog superveel cakes. Stop ermee! Dus we gaan op naar de volgende. Voor de volgende ronde hebben we maar één plateau. Want er liggen 6 voorwerpen op. 6 dezelfde. Waarvan 3 echt en 3 cake. En geloof mij, je kan het verschil bijna niet zien. Echt? Ik zou zeggen, haal het er maar af. Wow. Er liggen hier dus 3 echte citroenen en 3 taartcitroenen. What? Hoe dan? Dus 3 echte citroenen en 3 taartcitroenen. Ik denk deze is wel een cake volgens mij. Ja. Celine denkt dat dit cake is. Ja. Dat dit een echte is. Dit is cake. Ja. Dit is een echte. Dit is een echte. En dit is cake. Ja. Volgens mij is het zo. Ik denk dit cake, dit ook cake, ja, dit cake. Dus okay. Die drie. Deze drie. Zijn cake. Ja. Oké, dan mag je deze al eens vastnemen. Oh. Dat is gewoon een echte. Je had het nog niet door. Nee. Nee, je mag erin bijten hoor. Oh, ze doet dat echt ook. Oh. Doe dat niet echt. Oh. Dat is een echte citroen. Deze is volgens mij cake. Oh, ik denk dat ik de juist ben. Ik denk het ook. Is het cake of is het een echte citroen? Goed, dat is hard. Ik denk dat het cake is. Ja. Ze heeft hier gelijk. Oh, het is blauw cake. Zalig. Lekker. Oh, die ziet er wel echt lekker uit. Ja, we gaan proeven, hè. Oh. Ja, het is zo raar. Het voelt zo echt. Zo van, oeh. Oké. Ja, brownie. Ja? Oh, echt lekker. Nu ben ik echt aan het twijfelen welke zijn echt en welke zijn fake. Ik durf het niet meer te zeggen. Ik ook niet. En Ella is heel de tijd al een echte citroen aan het eten. Heb je de echte of de cake? Ik heb de cake. De cake? Oké. Okay. Dan heb ik de echte rustig als je de cake hebt. Ja. 3, 2, 1. Oh. Ja, oké. Okay. Dat is de cake. Ja. Dat is eigenlijk echt wel, wauw. Ik heb dat een dikke kont. Nee, die is niet normaal. Die is echt mooi. Maar die van jou ook hoor. Echt ja, want die is niet normaal. Kijk, ik ga hem eigenlijk gewoon wegdoen. Dat is ook gewoon een plusje beer eigenlijk. Ja. Maar dit is niet normaal. Ja, die is echt crazy. Die is echt wel nice. Wow. Hij lacht. Ja. Ja, hij lacht. Echt hij lacht. Cute, wauw. Ik vind het wel een schande dat we hierin moeten snijden. Ja. Ja. Het is een taart, dus we moeten ze opeten. Ja, klopt. We gaan er een kontje. Hij lacht wel nog altijd. Maar hoe gaan we zijn kontje? Ja, zijn kontje is wel helemaal open. Oh. Het ziet er wel weer lekker uit. Ja, heerlijk. Dus we gaan proeven. En wat is dat? Ella kan nooit een video normaal eindigen. Dat lukt niet. Nee. Het hoofd kan ik er niet afdoen. Dat is te mooi. Nee, dat is te mooi. Dat gaan we zo houden. Dat kan echt niet. Oh, ja. Het ziet er weer heerlijk uit. Inderdaad. Zalig. Ik heb dus nog een stuk met de boot. Oh my god.
Oh, zie hem eten. Wow. Ja. Maar even, in alle eerlijkheid, zo'n taart maken is volgens mij al moeilijk. Ja. Maar dat is één. En dan de taart nog lekker maken? Ja, gek gewoon. Stop met eten. We gaan naar de volgende ronde. Oké. Okay. Oh. Oh my god. Oh, arme. Oh, arme Winnie de Pooh. Oh, dit is zijn poot. Oh. En zijn pont. Laatste ronde. En die doen we met ons twee. Ja. Want als Ella dit ziet, dan komt het niet goed. Echt? Ja, dat is wel een tip, hè. Ja, nu ben ik al heel benieuwd. Wat kan het zijn, denk je? Ella komt er gek van. Ja, nee, Ella komt er niet gek van, maar als Ella het ziet en ze ziet de cakevorm, dan ja, begint ze er direct in te duwen. Ja, ik zou zeggen baard. Een baard? Wat? Ja, ze rijdt super naar een baard. Dus... Ja, er zit geen baard onder. 3, 2, 1. What? We hebben dus een echte poppet en een cake fake cake poppet. Damn, dit is echt next level. Oh my god. En volgens mij heeft Tatjana gewoon de allereerste cake poppet ter wereld gemaakt. Ik denk het ook. Ik heb het nog nooit gezien. Nee, ik ook niet. Ja, dit is echt next level. En dit is de cake trouwens. Dus... Yeah. Zoek de verschillen. Damn. Een echte poppet en een cake poppet. Wie had dat gedacht? Ik vind dat deze meer lijkt op een echte fidget toy dan een echte fidget toy zelf. Damn, het is echt wel cool gedaan. Ja, het is echt nice. Oh, damn. Celine gaat gewoon fidget toy eten. Oh. Poppet! Yummy, yummy, yummy. Hoe smaken fidget toys? Ja, echt super lekker. Ja? Deze toch? Het ziet er echt lekker uit. Mm. En de kleuren zien er ook echt lekker uit. Wil je deze ook eens proeven? Mm-mm. Nee? Zeker? Oké. Okay. Ik ga nu toch ook een beetje eten. Alright, ik heb wel super veel honger gekregen nu. Dus wij gaan gewoon de video afsluiten. Verder eten. Ja. Vond je het leuk? Ja, echt super leuk, hè? Ja, ik vond het ook super leuk. En ik vind het altijd leuk als we iets kunnen doen wat nog nooit gedaan is. Bijvoorbeeld, poppet en cake is denk ik echt nog nooit gedaan. Nee, ik denk het ook. Ik heb het nog nooit gezien. Zelfs niet op TikTok of zo. Dus het is echt wel creatief. En nogmaals, voor de uitvoering van deze video nog een shout-out naar Taarten Tatjana. Deze video is trouwens helemaal niet gesponsord. Nee. Maar wij hebben het gewoon echt leuk om zoiets te doen. Dus hopelijk vonden jullie dit ook een superleuke video. Celine is een poppet cake aan het poppen. Dat lukt niet. Ik ben ook echt heel net aan het poppen. Ja, ik moet het gewoon proberen. Vergeet ook niet om te abonneren op ons YouTube-kanaal. En wij zien jullie in de volgende video.